Ik ben weer terug in de Formule 1-studio bij RTL 5... waar we nog steeds in dit geval op de sidepod zitten... van de Formule 1-bolide van het British American Racing Team. Dat zal morgen met het publiek erbij wel wat worden... want die willen natuurlijk allemaal op de foto met deze auto en erin zitten. Nou, erin is heel lastig, dat heb ik zelf al geprobeerd. Goed, we komen toe aan iets heel anders. De Renault Megane Cup, een ontzettende leuke klasse... waarin veel beroemdheden meerijden. Sportmensen, televisiepresentatoren, acteurs, zangers, dj's, enfin, kijk zelf maar. Maar er wordt ook ontzettend hard gereisd, zoals vorige week bleek. En Allard Kalf keek voor ons mee. Dit is mijn eerste jaar dat ik meerij in de Renault Megane Trophy. Tot nu toe gaat het best goed. Een aantal jaren geleden werd ik gevraagd om sterrenrace te gaan rijden. Nou, dat vond ik heel leuk en sinds die tijd ben ik eigenlijk steeds meer gaan voelen voor de autosport. En dan raak je een beetje besmet met het virus. Jullie kennen mij van TV, van TMF onder andere. Jaren geleden van Charlie Lono en Mental Tio, die twee dwaze gekken op de bühne. Ja, ik race al 3 jaar, waarvan 2 jaar professioneel. En in mijn tweede jaar had ik zoiets van, nou, ik moet zelf een raceteam beginnen. Het is zo'n kick en zo geil om hier rond te lopen met de eigen teamkleding en eigen mensen. Lekkere pitpoezen. We hebben gezegd van ja, het zit de laatste race niet echt mee. Dat houdt in dat ik nu op plaats nummer 7 sta in het klassement. En gisteren met de kwalificatie was ik weer zo fijn bezig om mijn wielwagen kapot te rijden. Houdt in, ik sta helemaal achterin, maar naar voor Chris Segers. Ja, ik heb gisteren als laatste gekwalificeerd. Maar ja, de tijd was niet om naar huis te schrijven, dat was niet meer zeker. Maar dat is op zich op dit moment nog niet zo erg. Volgende week is Assen. En dan geldt voor iedereen dat iedereen het circuit niet zo goed kent. Tim van Riet start links in beeld vanaf pole position. Rechts naast hem kampioen van vorig jaar, Phil Bastiaans. Die eindelijk in de training het tempo van die stokvisauto's bij kan houden. En hier zelfs een veel betere start heeft dan Tim van Riet. Het hele veld door de Tarzanbocht. Als we omhoog kijken, begint het heel langzaam te regenen op het circuitpark Zandvoort. Phil Bastiaans loopt weg, daarachter de stokvisauto. Start nummer 6, dat is Pim van Riet. Start nummer 5, dat is John de Vos. Daarachter Michel Blekemolen en Sebastiaan Blekemolen. Dan zien we een safety car, omdat Rintje Ritsma in de grindbak staat. Hoe komt hij daar? Let op, onder in beeld gaat de schaatskampioen 2 keer over zijn dak en parkeert de auto in de grindbak. En dan gebeurt er dit, voor ons van alles. We gaan er doorheen met Eduard Peters. Maar wat is daar nou precies gebeurd? Het is gaan regenen, dat weten we. Het is wat glibberig en alle auto's staan op sliks. Let op. Dat doet pijn voor Dennis Nieuwenhuis. En dat is niet alleen in zijn portemonnee, want de auto's rijden daar gewoon zo'n 140, 150 kilometer per uur. Een gespinde auto en Nieuwenhuis rijdt er vol in. De safety car die gaat langzamer en langzamer rijden, want Nieuwenhuis voelde zich niet lekker. Die moest met de ambulance liggend vervoerd worden en de race wordt gestopt. Vorig jaar tijdens de Marlboro Masters werd de race ook gestopt en helemaal aan het eind van de dag weer verreden. En de rijders waren bang dat dat nu weer zou gebeuren. En het was Bert Ploeg die iedereen uit de auto haalde om eens even verhaal te gaan halen bij de wedstrijdleiding. De auto van Ritsma die teruggesleept werd en de rest van de rijders die het publiek aan het vermaken was. Onder andere met Françoise Loogman en Olaf Mol. Ja, en Françoise, je mocht willen dat hij niet zijn hand op jouw mond deed. Alle wrakken wederom van de baan en alle auto's terug naar de startopstelling. Waar een wet race voorgesteld werd. Dat betekent dat je op regenbanden mag gaan starten. Het hoeft niet. Je mag ook op sliks blijven staan. De baan niet helemaal nat, maar het zou uiteindelijk harder en harder gaan regenen. En iedereen stond ook op de regenbanden.
En zo gaan we overnieuw van start voor een hele nieuwe race over 10 ronden. Met wederom Pim van Riet op pole position, die nu wel een goede start heeft. Phil Bastiaan sluit achteraan. Dan is het John de Vos. En het hele veld minus 6 auto's richting de Tarzanbocht. En kijk rechts in beeld de rode Megane van Sebastian Bleekemolen, die daar helemaal buitenom gaat. En toch een heel aantal plaatsen goed maakt. Dan gaan we richting de Nissanbocht. Van Riet aan de leiding, maar een hele mooie uitremactie van Phil Bastiaans. Auto's raken elkaar een klein beetje, dat maakt niet uit. Het is glad, men glijdt, men glibbert. Maar een goede actie van de kampioen van vorig jaar. Van Riet en de Vos. Een klein gaatje naar die blauwe Megane van Bastiaans. Hij heeft dit jaar nog geen wedstrijd gewonnen. Heeft pech gehad, heeft eigenlijk alles al meegemaakt wat je niet wil meemaken als autocoureur. En dit zou misschien wel eens zijn revanche kunnen worden. Michel Bleekemolen op jacht naar zoon Sebastiaan. Terwijl Bastiaans, de Vos en Pim van Riet de top 3 vormen. Gevecht daarachter, Sebastiaan Bleekemolen en links in beeld Jackie van der Ende, die de eerste ronde gespind is en helemaal van achteraf moet komen. Maar nu al redelijk de top 10 binnen aan het rijden is en uiteindelijk op de 5e plaats zou eindigen. Maar de dag was voor Phil Bastiaans, voor 100.000 toeschouwers, wint hij zijn eerste race van het jaar. John de Vos wordt vrij simpel tweede, Pim van Riet simpel derde. Maar let op daarachter. Jackie van den Ende, Sebastiaan Bleekemolen, ook Françoise Loogman. Bert Ploeg die zich ermee bemoeit. Maar uiteindelijk is het Sebastiaan Bleekemolen vierde en Jackie van den Ende vijfde. Geweldige overwinning. Nou, en hier gaat het hele spulletje weer ook. Dit is weer een voorlopige uitslag, want er werden de nodige protesten ingediend die nog niet zijn behandeld. Eerste Phil Bastiaans, tweede John de Vos, derde Pim van Riet, vierde Sebastiaan Bleekemolen en vijfde Jackie van den Ende. Algemeen klassement, eerste John de Vos, ook weer onder voorbehoud. Tweede Pim van Riet, derde Hugo Charles, vierde Françoise Loogman en vijfde Phil Bastiaans.